MacBook Pro unboxen. En ik... Oh my god! Voor de rest zit ik... Oh, het weer allemaal vlekken erop. Ik kan dit ook gewoon direct weer vertrokken. En let's get started! Ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets super cools doen. Ik ga namelijk mijn nieuwe MacBook Pro unboxen en ik heb er echt heel erg veel zin in. Vind je de video nou leuk en heb je net zoveel zin als ik om dit pakketje te gaan unboxen? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En let's get started! Ik ga dus zo meteen dit nieuwe pakketje unboxen en ik vind dat heel erg leuk. Maar eerst wil ik nog even wat zeggen. Voor alle mensen die misschien denken dat ik dit pakketje ga unboxen in een video omdat ik wil opscheppen of iets in die richting... Ik doe het echt alles behalve daarom. Ik vind het zelf namelijk altijd heel erg leuk om unboxing video's te bekijken. Van bijvoorbeeld een nieuwe laptop of een nieuwe telefoon. Nieuw make-up of kleding. Ik vind het gewoon allemaal heel erg leuk om te kijken. Daarom dacht ik ook dat jullie het misschien leuk vonden om te kijken hoe ik mijn MacBook unbox. Want stel je wil zelf ook een nieuwe laptop halen. Of je vindt het gewoon leuk om te kijken. Dan is zo'n video altijd handig. Dus nogmaals voor alle mensen die denken dat ik het doe om op te scheppen of om het te showen. Ik zit niet zo in elkaar, dus leave it lekker. We gaan gewoon lekker beginnen met de unboxing video, dus let's go! Ik heb dus hier een pakketje en hierin zit mijn MacBook Pro. Ik heb mijn MacBook Pro bij de Mediamarkt gekocht en dit is niet gesponsord voor de mensen die dat denken, want echt, was het maar zo'n feest. Maar nee, het is niet gesponsord, ik heb hem gewoon zelf betaald. Voor de mensen die het interessant vinden, ik heb de MacBook Pro 2018 gekocht met 512 GB opslag, 15 inch schermgrootte... En een touchbar zit erop. Dat is helemaal nieuw. Dus ik ben heel erg benieuwd daarna. Mochten jullie het fijn vinden, dan zal ik even de naam van de volledige MacBook in de beschrijving zetten. Met alle informatie erbij. Zodat mocht je deze willen bestellen, je hem daar gewoon kan checken. Ik heb mijn MacBook dus in de winkel gekocht. En de reden hiervan was dat ik het gewoon liever even in het echt wilde zien. Alle kleuren nog even goed wilde zien. Zodat ik de kleur kon kiezen die ik wou. Want ik heb uiteindelijk dus de Space Gray genomen. Dat was ik even vergeten te zeggen. Ik kan een MacBook of een andere laptop natuurlijk ook altijd online bestellen. Maar ik vind dat met dit soort dingen niet zo chill. Omdat ik altijd bang ben dat het fout gaat met de post. Of dat ik dan de verkeerde kleur binnenkrijg of zo. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon nooit zo chill met dit soort dingen. Dus ik ga gewoon liever naar de winkel en dan heb ik hem direct klaar. In de winkel heb ik ook direct een hoes erbij gekocht. Want ik dacht, anders moet ik dat later weer erbij halen. En als ik hem nu haal, dan heb ik het direct allemaal klaar. Ik leg de hoes nu lekker even weg, want die hebben we nog niet nodig. We gaan nu eerst de MacBook openmaken. Ik pak er even een schaar bij, want er zit een soort beschermfolietje op. En ik heb geen idee hoe ik dit los moet maken. Tadadam. Het beschermfolietje is eraf en nu is de moment. Tadadam. Oh my god! De MacBook zit dus nu nog in de doos en hij is echt mega groot. Ik ga hem nu even uitproberen te halen, want dat vind ik wel best wel eng, want ik ben altijd bang dat het valt. Ik zet de MacBook zelf eerst nog even aan de kant. Want dan gaan we eerst even het andere deel van de box unboxen. Als eerst zit er in de doos een gebruiksaanwijzing, want dit is het ook altijd bij iPhones. En dit is gewoon een gebruiksaanwijzing, hoe de MacBook werkt voor als je iets niet snapt. Nou, altijd handig. Dan heb je hier de stekker van je oplader voor de MacBook. En die zijn altijd super groot. Ik ga even het folietje eraf halen. Je moet deze twee delen altijd in elkaar klikken en dat gaat super gemakkelijk. Je hebt hem namelijk nu al. Dan zit hier nog een draadje bij en dit is als het goed is de oplader. En ik zie direct al iets, want de oplader is veranderd. Ik zie dat de aansluiting voor het snoertje van de oplader heel erg anders is geworden. Maar goed, hij klikt er mooi in. Dus we hebben hier de oplader. We hebben de doos dus nu uitgepakt, dus die zet ik even weg. En dan pak ik nu de MacBook erbij. Ik heb hier dus nu de MacBook en dit is het allerleukste moment. Ik ga namelijk het plasticje eraf halen. Wow. Oh, dat is echt een super mooie kleur. Al direct weer allemaal vlekken erop. Ik kan dit ook gewoon direct weer niet goed, hè? Ik ga de MacBook maar eens even open doen. Oh, ik zie ook nog direct dat hier nog een beschermfolietje op het scherm zit natuurlijk. Ik ga eerst maar eens even de taal instellen. Nederlands als hoofdtaal te gebruiken druk je op de return toets. Oké, ja, nee, dat wou ik al doen, maar... Oké, ik ga dus Nederlands instellen. Ik ben dus nu bezig met alles in te stellen op mijn nieuwe MacBook. Want je moet eerst allemaal stappen doen, inloggen bij je iCloud en dat soort dingen. Maar wat ik direct al merk is dat het toetsenbord op de nieuwe MacBook in verhouding tot
De andere MacBooks, dus bijvoorbeeld de MacBook Pro 2017, het toetsenbord echt heel erg anders is en veel zachter en de muis ook. Want als je nu typt, dan is het zo. En je kan het niet heel goed horen omdat je nu natuurlijk ook errormelding krijgt. Maar het toetsenbord is in ieder geval veel zachter en het is wel fijner om te typen, merk ik direct. Ik zie hier ook de touchbar, dus daar ga ik zo wat leuke dingetjes mee proberen. Ook heb ik hier de muis en die is ook super chill, want de pad is heel groot. Ik ga nu als eerst even mijn Siri configureren. Dus als ik dan zeg, hey Siri, dan komt ineens mijn Siri tevoorschijn. Siri is trouwens een Apple besturingsprogramma waarmee je dingetjes kan vragen. En je kan hele domme dingen vragen, maar ook serieus handige dingen. Dus ik ga het even instellen. Hey Siri, open de map documenten. Hey Siri, hoe ziet de rest van mijn dag eruit? Hey Siri is gereed, ga door. Ik heb dus net mijn Hey Siri ingesteld en ik moest allemaal vragen beantwoorden en zinnen opzeggen. En ik ga nu mijn Touch ID instellen. Ik kies ervoor om mijn wijsvinger op de Touch ID te leggen. Dit werkt trouwens gewoon hetzelfde als op de iPhone, merk ik al. Oké, ik kan dus nu als het goed is mijn Mac ontgrendelen met de vingerafdruk, want mijn Touch ID is gereed. Mijn MacBook is nu helemaal geconfigureerd. En ik ga nu even een leuke achtergrond uitzoeken, want ik heb nu best wel een saaie achtergrond. Dus ik ga denk ik even naar Pinterest of naar Tumblr. Ik ben nu op Pinterest aangekomen en ik ga even intypen background. Oké, ik zie heel veel leuke, maar ik moet natuurlijk eentje voor een MacBook, dat kan ik hier aanklikken. Het is serieus best wel moeilijk om een leuke achtergrond uit te zoeken. Omdat, ja, alles heeft wel iets ofzo. Ik heb denk ik een leuke achtergrond gevonden, hij is best wel basic, gewoon roze en dan hashtag do work. En ik weet niet, maar ik vind het wel cute ofzo, hij is gewoon lekker basic. Dus als je dan mapjes en zo gaat toevoegen op je bureaublad, staat het er ook leuk bij. Ik ga hem even opslaan. Ik sla hem gewoon op mijn bureaublad. Dan kan ik hem direct vinden. Oh, hij is niet zo scherp. Ik had net een leuke achtergrond gevonden. Maar die was helaas niet scherp. Dus ik heb nu een andere. Dit is een lichtroze met gesloten ogen. Dus je ziet gewoon wimpertjes. Vind ik wel cute. Ik ga hem even opslaan. En dan kan ik gewoon op de Touch ID klikken. Of in ieder geval op de Touch Bar, sorry. En dan staat de bewaar. En dan slaat hij hem gewoon op. Ik ben dus even een beetje bezig op de MacBook wat dingetjes uitproberen. En het coole aan de touchbar is de meest gebruikte website. Er zitten ook een paar websites op die mijn ouders gebruiken voor het werk. Maar bijvoorbeeld Netflix staat hier of YouTube staat hier. En als ik dan klik op YouTube, op een touchbar, dan gaat hij dus gewoon naar YouTube toe. Ik heb nu even een random YouTube video van mezelf aangeklikt. En je kan hier ook de muziek in zitten gaan stellen. Dus je kan de muziek harder doen of zachter. En je kan ook de helderheid van het scherm instellen via hier. Je kan echt super veel dingen. Je kan het geluid ook helemaal uitzetten of helemaal aan. Het scherm is trouwens ook super helder. Want als je het gewoon bekijkt, het is gewoon serieus echt vet mooi groot. En heel erg helder en scherp. Dus I like it. Ik ben zo excited over de touchbar. Echt sorry jongens, maar je kan hier ook scrollen in de video. Dus stel, ik zit nu op 0,28 seconden. En ik wil bijvoorbeeld naar het einde toe. Dan kan ik dat hier gewoon scrollen. En dan kan ik hem ook aanzetten en weer uit. Ik heb dus mijn nieuwe MacBook Pro helemaal unboxed. En ik heb al een paar dingetjes ingesteld. En jullie de leukste dingen laten zien. Of in ieder geval de leukste dingen die ik op dit moment ontdekt heb. Ik vond het super leuk om dit allemaal met jullie te delen. Dus vond jij de video nou ook leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!